met muziek of wat voor? Ja, ik hield altijd wel van muziek. Dus, ik was toen ik helemaal bezeten werd van muziek, was ik heel erg bezig met hip-hop. Dus ja, dat is toch even 180 graden iets anders. Maar speel je ook instrumenten? Of? Nee, dat dan ook weer niet, weet je wel. Ik had nooit zoiets van ik ga eens een gitaar spelen of een accordeon of zo. Nou, dat was de eerste en ja, weet je wel, ik bedoel, dan ben je in zo'n club en dan word je een plaatje gedraaid en dan heb je zoiets van, staat het kippenvel zo hoog natuurlijk. Gisteravond, oh man, en iedereen weer met zijn tunebordje zo, weet je wel. Dat is gaaf. Ja, dat is tof, hè. Ja. Ja, die stringbreak doet ook wat. Wat? Die stringbreak. Die stringbreak, dit midden. Ja. Ja. Hey, jij? Greta? Greta, ja, was wel oké. Ja? Platter als Ibiza natuurlijk. Ja. Ik kwam ineens op een melodie terecht. Ja, ik had eigenlijk nog nooit zoiets gedaan, weet je wel. Dus ik denk, nou, probeer het. En het voelt gewoon erg leuk aan. Ja, goed, dit is eigenlijk zeg maar de basis voor de sound die ik nu nog steeds maak. Dus die melodieuze dingetjes. Ja, ik ben pas geleden gevraagd voor een remix van William Orbit, de producer van de laatste album van Madonna. Het klinkt alweer veel breder, veel vetter. Ja. En waarvan is het een remix? Het is een nummer geschreven door Barber, componist. Dat nummer heet Adagio for Strings. Maar hoe komt een William Orbit uit Terry Costum op de band? Ja, dat is een goeie. ik weet het niet. Nou, East West, waar William Orbit bij zit, dus, het label van Warner, die doet ook Gloriella van Thuis voor mij. En ja, ik denk dat die, er moesten natuurlijk dance producers opgezet worden op dat project. Dus ik denk dat die mij hebben voorgesteld aan hem van, joh, luister eens naar zijn werk. En, ja, zo doen denk ik. Uh-huh. En nou, ik heb hier iets gedaan en ik kreeg nog een faxje terug van de mooie van I salute you. Dus daar ben ik heel blij mee. Welkom in Glasgow, man. Eerste keer dat ik daar. Bij Bamberg. Voor ons was dat natuurlijk een hele speciale plaat. Ja. En wanneer is die uitgekomen? Dit was, even kijken, 2 jaar geleden, november denk ik. Er staan dus 4 eigen tracks op. Je kan ook gewoon horen dat sommige nog heel erg dun klinken. Dat is goed. En, maar het was gewoon nog niet echt bekend in Nederland. Dus. Ja, in het begin moesten mensen heel erg aan wennen denk ik. Het is nou dan nog een hele droevige plaat. Die had ik dus gemaakt. Het was een heel leuk vriendinnetje, was heel erg verliefd. En het was uitgegaan en was ik zo verdrietig, heb ik deze plaat gemaakt. Ja, dit is echt een gebroken hart plaat. Dit is een gebroken hart plaat, ja. Je kan ook horen, de strings zijn heel droevig. En dan heb je hier een pianobreekje. En dan hoor je mijn tranen, zeg maar. Die piano die wordt steeds oversturen namelijk. Oké. Okay. Dit is weer een beetje een club pianootje. Ja. Ja, ik had er niet zoveel apparatuur toen, hè? Dus moest een beetje aanpassen erop. Kijk hoor, kom. Ja, hier ben ik heel blij mee. Het is een Engelse remix van System F, Out of the Blue. Nou cool, kijk, het is lekker duister dit. Ik bedoel, origineel is natuurlijk heel upliftend. En, ja, dat is
Is dat een beetje liefdevol gedaan voor jou? Ja, nou, liefdevol weet ik niet, maar zeker anders. Tot op het einde natuurlijk weer. De... Kun je er iets doorheen mixen voor ons? Is er een mixen? Ja. Dit is een nieuwe plaat van een remix van Signum. De jongens uit Den Haag. Doe je dat trouwens zonder koptelefoon? Ja. Ja. Ik heb gisteren ook nog, toen ik in Londen draaide, heb ik een van het promotje van iemand gehad. Ik zei niet weten wat het is, maar... Ga je even checken nu? Ja, kijk of het leuk is. Ja. Misschien ben ik een blij mens vanavond. En als het niet is, wat doe je dan mee? Dan gaat hij bij de stapel van helaas. Helaas. Behoorlijk vies. Nee, dat is niks voor mij. Nee, waarom niet? Hoe hoor je dat zo snel? Disco, ja, ja. Ik ben geen. Nee, leuk, bedankt. Bedankt. Dan krijg je hier die droevige onderlijn, zeg maar wel. Toch vrij stevig wel. En dan komt er nog een tweede laag bovenop en dat is. Lijntje erbij. Ja. Daar komt de tweede lijn. Het is wel heel vrolijk, maar... Ja, zo warm dit. Zeker een hele goede sfeer, weet je wel. Zeker als je een flinke piek hebt gehad, ja. Om daarna gewoon lekker even neer te leggen. Dan, ja, kijk. Kun je er makkelijk ergens mee mixen ook dan? Of, Ja hoor, jawel. Je moet wel even weten waar je het precies doet. Ik bedoel, ja, als je het zomaar erin gooit, dan is het zo weer gebeurd natuurlijk. Je komt vaak in de problemen met mixen, omdat iedere plaats weer verschillende akkoordaanslagen heeft en verschillende melodieën. Als je die door elkaar laat lopen, dan gaat het heel snel vals klinken. Dus het is niet alleen een kwestie van de beat die Het is zeker niet, omdat de beat is in principe bijzaak, want die zit in iedere plaat. Dus het gaat juist om die melodieën. En soms klinkt het heel mooi samen door elkaar, maar ja, af en toe moet je een beetje risico nemen. En soms loopt het echt vals en dan sta je echt zo van... Ugh. En daar schuilt natuurlijk een groot gedeelte van wat DJ's van elkaar onderscheidt. De... Ja. Ja, zeker. Bepaalde... De manier waarop je hem inmixt, vaak als je hem op een bepaalde manier inmixt, dan geef je net wat meer energie over het totaal heen. Dus dan gaat hij er net overheen over de vorige plaat. Ja. Dus voor de mensen weer een stukje op de beeld. Ja. Thank you.
onderscheid precies? Ja, wat ik net al zei, het is die Duitse trance, die hele hakketakke muziek. Het is gewoon heel vierkant. En dat is de oudste vorm, of niet? Ik weet niet of dat het oudste is. Ja, in Engeland zijn ze ook al heel lang bezig. Het is heel erg... Aan blokken zijn het. Dit is een hele nieuwe plaat? Of is het een vrij nieuwe plaat, ja, een paar maandjes uit. Draai je dat zelf ook? Ja, ligt eraan. Soms, ik draai op zich heel... Ja, toch wel heel funky, maar soms vind ik het wel eens lekker om eventjes... de mes gewoon een beetje te flikken te geven. Dat is bijna gabber dit, alleen langzamer. Zo draai misschien, man. Zie je, dus het is... Het is heel koud op een of andere manier dit. Dat is meer dat is echt een Duitse sound. Heb je ook nog Engelse dingetjes. Ik vind Engelse sound nog heel, er zit een hele warme, veel warmte zit erin. En ook, kijk of ik er een kant heb, weet ik nog niet eens. Maar, maar ook heel groovy op de een of andere manier. Er zit heel veel in. Wat maakt het nou toch trance? Mooie warme sound. Ik ga nu even zo, want ik doe iets. Nederlands. Dit heeft... Het heeft iets meer clubby sound. Ja. Er zijn lekker clubgroepjes eronder. En heel funky basje. Ja? Van, trance opbouwen en dan gaat hij los. Toch heel club. Maar dit is wel een typische Ferry Korstenbreek, of niet? Ja, ik denk het wel. Dan kan je daar dansen, feesten, misschien op house muziek. Ibiza is Engeland. Het is kolonie van Engeland. Ja, kolonie van Engeland. Ja. De hele platenindustrie hier, ook wel bij ons, ook in Duitsland, eigenlijk overal. Ja. We focussen allemaal op Ibiza. Ik bedoel, Ibiza maakt en breekt platen. Mm-hmm. Dus één of twee maanden voor de zomer, dan houdt iedereen even in. En dan allemaal met Ibiza geven ze allemaal gas met promo's. En alle DJ's worden ondergesneeuwd met promo's. En, ja. Ja, en dan, daarom heb ik meestal altijd naar Ibiza komen. Meestal altijd echt van die typische zomer. Typische zomerhits. Platen die dan... Komen dan in september worden dat een hele grote hits. Stardust bijvoorbeeld. Stardust is een goed voorbeeld.
I mean, the people in your own country made you big, so yeah. You should play in your own country as well. I mean, I could play with Millennium, I could play in England for a lot of money, but I said no, I have to play in Holland. Yeah. I mean, there's people who, I can't say that right now, but it's still a secret. Yeah. But Thijs? Thijs? Vertel maar, wat was een leuke avond vanavond? Dat was heel erg leuk. Ja? Maar ik had het idee dat je veel meer naar je zin had dan in Glasgow, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is een Nou, proost. Vodka gin. Dat kwam vooral omdat ik me niet in hoefde te houden. In Glasgow moest ik me een beetje inhouden, omdat ik draaide heel vroeg op de avond. En ja, er werd ook aan mij gevraagd van hou je... Je mocht niet echt knallen. Nee, en dat besef ik zelf ook wel, omdat het tot 5 uur open is. Als je dan om 1 uur gaat knallen, ja, dat schiet gewoon niet op voor die mensen ook niet. Dan zijn ze moe om 2 uur en dan verpest je gewoon de avond. Dus... Wat is het verschil precies in sfeer hier en vergelijking tot Nederland? DJ worshipping. Ja. DJ worship. Nou ja, het begint in Nederland ook wel te komen hoor. Ja, ja, dat is waar. Nou, de mensen staan hier gewoon echt in allemaal tegen de DJ-boot aangeplakt. En maar de DJ's gewoon. De DJ is de god hier. Dus, ja, het is ongelooflijk. Ja, God is de DJ. Dat is echt heel gek. Kijk, in Nederland is het zo, is een tijd geweest dat zeg maar breaks in een plaat min of meer verboden waren. Nu als er, in Engeland als er een break door die trance muziek, als er een break komt, juist in die break gaan ze helemaal los. Gaan ze helemaal gillen, alle handen de lucht in en dan sta je gewoon tegen 4000 handen te kijken, weet je wel. Dat is echt te gek. Ja. Geleden was toch een hele monotone, duistere muziek. En nu is het allemaal echt met een, wat nu heel erg uitspringt uit die sound, is gewoon de melodie. Het is echt gebaseerd op melodieën. Waardoor het dus ook weer op een of andere manier heel poppy wordt. Ik bedoel, je zou bijna denken dat het gewoon popsongs zijn. Alleen de songs met de vocalen zijn nu hebben plaatsgemaakt voor de synth. Hoe komt het, denk je, dat het ineens zo populair geworden is? Ik denk daardoor. Gewoon, het is heel herkenbaar. Het is, elke plaat is een individuele plaat op zich, weet je wel. Het is gewoon een... het is niet meer zo van één van de vele... plaatjes die allemaal hetzelfde klinken. Het is niet meer zo dat mensen nu naar een plaat gaan van... Heb je die plaat van de... weet je wel. En mensen kunnen nu echt iets zingen en diegene achter de toonbank die zegt van... Oh, dat is die plaat. Ja, dat weet ik niet meer. Alsjeblieft.
Zou je even kunnen vertellen wat je precies aan het doen bent hier? Ik ben nu vocalen aan het inladen in mijn harddisk. Die hebben we gisteren opgenomen voor een nieuwe Gurriella. Dus maar er moet nog het een en ander aan gebeuren, moet wat gemonteerd worden en dus vandaar. Maar zou je zelf deze versie ook draaien? Want je draait niet zoveel vocale. Ja, misschien wel, maar ik weet het niet. Ik denk dat ik toch de instrumentale versie draai. Ja. Je moet even een beetje tunen. Een beetje vals, tenminste vals, net als het af. We hebben gezien dat er van Nieuwe Gurriella een remix gemaakt wordt. Ja. Waar kwam dat idee vandaan? Was het niet goed genoeg zo? Ja, het was wel goed genoeg, maar de platenmaatschappij wil toch proberen een grote hit van te maken. En bij de eerste, die kwam zonder zang, kwam die op ongeveer nummer 15 in Engeland. En de platenmaatschappij verwacht gewoon, als je dus een single editje maakt met zang erover, dan kan het makkelijk top 10, misschien wel nummer 1 hit worden. Ja. Dus dan hadden ze zoiets van, nou dan, het zang erover en we zien wel. En vind je dat het nummer daar beter door wordt? Ik persoonlijk niet, want ik hou niet zo heel erg van zang. Maar ik kan me wel voorstellen, voor de radio is het interessanter om te draaien. Want ja, die radiojocks die willen helemaal alles met zang erin hebben, anders draaien ze het gewoon niet. De Gurriella is dus bijvoorbeeld nooit gedraaid op Radio 3. Zou je hem zelf draaien als DJ? Ik zelf niet, nee. Ik draai de instrumentale versie. Ik vind gewoon als je plaat in één keer maakt, gewoon puur, dan... Ja, dan zit gewoon dat gevoel erin en dan is dat voor mij genoeg. Waar komt die naam vandaan, Gurriella? Dat is het paradijs waar de aborigines naartoe gaan als ze sterven. Dus, hoe kom je daarbij? Nou, dat heeft Ferry eigenlijk verzonnen. Ah, ja. Die houdt namelijk heel erg van Discovery. Ja. En daar had hij al veel namen vandaan. Dus hij vond die gewoon een mooie titel en ik was het wel mee eens. Wil jij eerder doen? Ik denk toch wel deze, hij is wel heel stoer.
25 graden. Is het toch nog niet? Ja, hij is niet helemaal, maar hij klinkt omhoog. Ja. Ja. Graaf. Het is wel oké, ja. Variatie en het is niet zo simpel als dat het lijkt. Ja, het is uiteraard niet zo simpel als dat het lijkt. En op zich draai ik wel regelmatig dezelfde soort sets, maar ik speel op mijn gevoel in. Dus kijk, net als in Schotland, ik merkte ook dat ik moest vroeg draaien, dat ik moeite had om de boel open te breken. Ja. En in Ibiza lukte het veel beter. En hier vanmiddag op die kar was het gewoon een gekhuis. Dus wat dat betreft verschilt het heel erg van waar je draait, hoe de reacties van de mensen zijn en wat voor plaat ik opzet. Want het lijkt op zich allemaal dezelfde dreun, maar het is gewoon een kwestie van timing. En waar zit de variatie in? Ja, de variatie zit hem in wanneer, op welk moment, de juiste tijd, de juiste plaats voor wie de plaat draait. Als je dat niet doet en je staat er niet 100% achter, dan klinkt het voor de meter. Ja. Mensen die bijvoorbeeld van hiphop muziek houden, die totaal niet van house muziek houden. En die horen mij draaien en die zeggen van, ik hou totaal niet van house muziek, maar zoals jij draait, vind ik het ook fijn om te horen. Dat heb ik in die pizza vaak gehad. Ja, dat vind ik gewoon een heel groot compliment. Ja, natuurlijk. Ik laat gewoon een andere kant zien van de house muziek. Dat niet allemaal vaak de bedoeling is, of maar toch een bepaald gevoel losmaken. Want wat wil je? Wil je mensen laten dansen of wil je ze geestverruimend bieden ofzo? Wat is precies wat je... Nou, het is vooral laten dansen natuurlijk, maar dat is de basis. En een goed gevoel geven over zichzelf en over na te denken dat er meer is in het leven als alleen maar drugs en alcohol. Maar is er voor jou meer in het leven dan die muziek? Ja, zeker. Ja. Maar muziek is mijn uitingsvorm. Muziek de uitingsmiddels. Maar als ik verdrietig ben, dan draai ik droef op platen. Ben ik vrolijk, dan draai ik vrolijk op platen. Het is voor mij een hele goede manier om mijn emoties te uiten, zeg maar. Ja. En dat is ook, dat maakt het ook zo populair, denk ik, omdat veel mensen dat ook hebben. Want, via muziek kan je gewoon communiceren met mensen. En dan merk ik gewoon dat het heel belangrijk is. En vooral met trendsmuziek merk ik dat. Met rauwe techno, dus is die communicatie. Dat is alleen maar, dat is die monotone dreun. Als je bij die dreun weglaat, dan hoor je stemmen, warme geluiden. Vele dieren die iets hier losmaken, kippenvel, dijkvel, dat maakt het bijzonder. Ja. Together, we are moving together, in circles forever and ever. Anywhere, joh. Huh? Like anywhere. Yeah. Yeah. Musical. Ja, ja, inderdaad, ja. We should fly on together. Engelse musical. Dat begin. Ja. Ja, dat is weer. En daar komt hij dan. Ja. Hey. Ja. Ja,
En gisteren dan? Hè? Ik heb ook een keer een ander plaatje gemaakt. Dat is een echt gewoon een grappig verhaal. Die heb ik dus binnen een uur gemaakt. Samen met een maat van me. En dat was eigenlijk gewoon een jack. En die plaat die heeft gewoon onwijs veel verkocht. Dus hij heet Blekkentrommel. Hoe sorry? Blekkentrommel heet hij. Het is gewoon alleen maar het trommeltje wat de hele tijd doorgaat eigenlijk. Kijk. Dus, ik kan even het horen zo. Maar... Dan komt daar het trommeltje opzetten en het komt eigenlijk geen einde aan. En die was toen heel erg populair in de... Nou, dat is meer een grap dan wat je zei. Ja, het gaat heel tijd zo door. Produceren, maar ik kom wel terug. Nou, ja, nou goed, het draaien is gewoon, het is gewoon te gek als je eigen plaat draait, dat de mensen gewoon uit het dak gaan. Het geeft gewoon een kippenvel als je mensen gewoon een zaal van 2000 man helemaal met de handen mogen staan op je eigen plaat. Dat is gewoon, ja, dat is top. Yeah, Thijs is a room. Thijs, yeah. Yeah. I'll do. When are you coming back, Katie? I don't know. Maybe come back soon.